Hier voor mij staat een mooie platenspeler van Soundmaster, de PL900. Ik ben Barend van Zaakshops.nl en in deze video ga ik jullie wat meer vertellen over deze platenspeler. Bij deze platenspeler wordt een afstandsbediening meegeleverd en een gebruikshandleiding. En nu laat ik nog even de bediening zien van de platenspeler. Helemaal linksboven ziet u hier de aan- en uitknop. Met de knop daaronder kunt u de verschillende functies instellen. Hij staat nu op de cassette recorder. AUX, CD, radio, Prisma, en weet je waarom? USB, Phono, oftewel de plaatspeler, en we zijn weer bij een cassette recorder. Met de knop daaronder kunt u het CD-klepje open kunnen laten gaan. Hier bevindt zich het blauwe LED-licht, waar alles wordt weergegeven. Hier ziet u de USB-poort. Daarnaast de AUX-in aansluiting. Zo kunt u via uw telefoon muziek afspelen via de platenspeler. En met daarnaast bevindt zich nog de hoofdtelefoon aansluiting. Met de twee knoppen daarnaast kunt u navigeren tussen de verschillende radiokanalen. Blauwe vrachtwagen. Nu voor Radio NL luisteraars 10% extra korting. Kijk voor het kom. Met de knop daarboven kunt u de radio laten pauzeren of weer verder laten spelen. Met de twee knoppen erboven kunt u switchen tussen de verschillende nummers die u afspeelt via de cd-speler, USB of cassette recorder. Daarboven bevindt zich de volumeknop. En hiernaast bevindt zich nog de rec, oftewel de opneemknop. U kunt uw platen namelijk digitaliseren naar USB of cd. En dit gaat ook voor de cassette recorder. Deze kunt u ook laten digitaliseren naar cd of USB. En nu laat ik jullie zien hoe jullie een plaat kunnen afspelen met deze plaatspeler. Nou, zoals u ziet bevindt zich nog een stofkap over de plaatspeler heen. Nou, hier bevindt zich het draaiplateau met in het midden de spindel. Hier bevindt zich de 45 toeren adapter voor singeltjes. Hier ziet u nog een contragewicht. De toonarm, het element met daaronder de naald. Met de draaiknop helemaal rechtsboven kunt u pitch instellen. Daaronder bevindt zich nog een hendeltje waarmee u de naald kunt optillen. En er bevinden zich aan de linkerkant en rechterkant nog interne speakers. En met de schuifknop daaronder kunt u de drie verschillende toeren instellen. En hier bevindt zich nog een clipje die ervoor zorgt dat de naald op zijn plek blijft als u de platenspeler niet gebruikt. Ik heb hier een plaat van Meatloaf. Deze plaats ik op deze manier over de spindel heen. Zorg ervoor dat de platenspeler is ingesteld op Phono. Je doet het hendeltje omhoog en zo doe je het hendeltje weer naar beneden en wacht je tot de naald op de platenspeler valt. En aan de achterzijde ziet u hier nog een ACA-aansluiting, zodat u de platenspeler nog kunt aansluiten op een extern apparaat. En hier bevindt zich de antenne voor de tuner. En aan de rechterzijde van de platenspeler bevindt zich nog een poort waar u cassettebandjes in kunt doen. Met deze platenspeler heeft u dus de mogelijkheid om te digitaliseren. U kunt uw platen laten branden op een cd en hij beschikt over twee interne speakers. Nou, wilt u deze platenspeler nou bestellen, ga dan naar platenspeler-zaak.nl. Ik bedank je voor het kijken en graag tot de volgende video.